Ze zijn best wel gegaan naar die jongens eigenlijk jaren. En dan kijken wij naar de van de Woepers. Twee man van de Woepers hier, bocht 1 en 2. Uit die eerste bocht 1 en 2. Julian Leenens en Guus van Einde. En wie ligt er dan op die koppositie? Even kijken, ze hebben alle twee allemaal eentjes achter elkaar. Dus dan gaat een leuke strijd worden tussen de nummers 1 en 2. Ah, dan glijdt nummer 2, die glijdt ietsjes weg daar in die bocht. Ja, en dan ben je de snelheid kwijt hoor. En dan slaat nummer 1 gelijk een gaatje. Gaan we even kijken naar het nummerbordje. Volgens mij is dat nummer 18. Nummer 18, Guus van Einde. Guus van Einde op 2. Dan is het Julian Leenens op die tweede plaats. En dan is het nog de strijd en het gevecht voor positie nummer 3. Dat gaat tussen Putten en Assen. Op dit moment is dat Putten op de positie de nummer 3. Jelte Jochems op een derde positie. Maar vooraan is het nog steeds de nummer 18. En lijkt het niet meer weg te kunnen geven hoor. De rijder voor de Hoepers Bijlicum, Guus van Einde. Race nummer 9, nummer 7. Wij kijken naar Timo Laurensen, Salvador Meijer.